hoort je dat, of leest je in de literatuur, monniken zoeken God te ervaren. Ik denk dat dat niet juist is. Monniken zoeken God. En als ze hem ervaren, dat is een cadeau die ze krijgen. Maar als ze hem niet ervaren, houdt het monnik zijn niet op. Vanaf het begin van het christendom verspreidde zich de idee dat waarachtig christelijk leven niet met aardse genoegens kan samengaan. Iedereen was ervan overtuigd dat de woestijn de ideale plaats was om niet alleen de bekoringen, maar ook de lauwheid van de wereld te ontvluchten. Daarom leefde een monnik helemaal alleen. Maar zelden waren ze zo alleen als ze gewenst hadden, daar de faam van hun heiligheid vele leerlingen aantrok. Spoedig ontstonden er gemeenschappen van monniken die in kloosters bijeenleefden. Ik ben op weg naar West-Vleteren, de abdij, de Sint-Sixtus-abdij. En iedereen kent die abdij vanwege het bier. Het beste bier ter wereld, schijnt het te zijn. Bestellingen uit de hele wereld. En toch, als ik de abt straks zie, ik hoop dat hij straks bij de deur staat, begin ik daar niet over. Want het gaat hier eigenlijk ergens anders om. Leo Feijen, van Kruispunt. En ik moet u zeggen, bekennen, ik ben in heel veel kloosters geweest. Ja. En altijd dacht ik, mag ik hier toch nog een keer langskomen? En West-Vleteren. Ja, West-Vleteren. En niet vanwege het bier. Hopelijk niet. Ja. Nee, hopelijk niet. Maar vanwege gewoon de kaalheid hier van het landschap, de wijdheid, ja. De leegte. Ja, dat is het zo. Is dat zo? Ja, zeker. En ik ben net in het café geweest, hiernaast. De Vrede. Ja. In de Vrede. Ja. En daar stond, ik hoop dat de mensen altijd de vraag blijven stellen naar de zin, naar God en de diepste werkelijkheid. Ja. Ben ik dan hier? Dat is een beetje ons visitekaartje dat we naar de mensen toe tonen in het klaustrum en hierover. Omdat we dus denken dat mensen die daar binnenkomen vaak ongewetend toch op zoek zijn naar zin of... naar de diepte van het leven, vaak zonder het te weten, denk ik. Ja? En wat is voor u die zin en die diepste werkelijkheid? Mag ik het in één woord zeggen? Christus. Dat kan ik. Dat is voor mij persoonlijk en voor onze gemeenschap, denk ik, het kernwoord. Christus. Leo Feijen. Ja, ik ken hem. Van zin toch? Ja, van zin. En u bent? Broeder Godfried. Broeder Godfried. Ik ben de gastenbroeder. En u bent de gastenbroeder? Ik ben de gastenbroeder. Dus ik zal misschien voor jullie een kamer geven. Godfried, u hebt ons ontvangen, u hebt ons een kamer gegeven en toen zag ik dat u zelf onze bedden ging opmaken. Was dat niet te veel? Nee, dat was graag gedaan. Echt? Echt wel. Ja? Ja. Wat betekent die dienst? De gast als Christus ontvangen, maar dat mogen zomaar geen lege woorden zijn, dat moet handen en voeten hebben. En voor ons is dat heel bescheiden. Dat is misschien een bed maken, de maaltijd opdienen. Die hele concrete dingen, de kleine dingen van elke dag, die een heel grote spiritualiteit kunnen hebben. Die heel diep kunnen zijn. Maakt dat dan dat er spiritualiteit kan groeien? Ja, en wat zo typisch die regel van Benedictus is, Benedictus zegt ergens, ik denk dat het over de kellenaar is, waar hij zegt dat je met die hele gewone dingen, dat je ermee moet omgaan zoals je met het heilig vaatwerk omgaat. En daar zit een diepe zin achter, dat ook de dingen die je heel banaal lijken en gewoon, dat je die toch van binnenuit beleeft als een weg, als met een diepte, met een gericht
Enfin, voor een christen, voor een monnik, probeert hij dat met zijn hart op Christus te richten. Beleeft u die momenten nog geregeld? Dat u echt geraakt wordt in uw hart en dat u Christus ontmoet of dat u door Christus gevonden wordt? Ja, maar ik voel met de jaren dat verandert. Ik denk, als je, tenminste bij mij toch, als je jong bent, dan, ja, dan doe je dat met een vuur. Maar dat is eigenlijk een vuur dat je zelf aanlegt. Terwijl als je misschien wat tracht te vorderen op de weg van het monastieke leven, dat je voelt dat je niet zelf dat vuur hoeft aan te steken. Dat de Heer dat wel doet op zijn tijd en op zijn manier. Anders dan je dat voor jezelf zou doen. Ja. In het vlakke land van West-Vlaanderen, waar de Eerste Wereldoorlog zijn sporen naliet, bidden en werken de trappisten van West-Vleteren. De Sint-Sixtus-abdij, die in de Eerste Wereldoorlog het Britse hoofdkwartier huisvestte, is een verzameling gebouwen die niet uitblinkt door schoonheid, maar de 22 monniken wel de ruimte biedt om God te dienen. Het is een ondernemende gemeenschap. De grote populariteit van hun trappistenbier levert de monniken geld op om van te leven, maar ook overlast. Ze beheren een gastenverblijf, een kerk, in de oude stallen een moderne bierbrouwerij en een klooster dat de komende jaren vernieuwd moet worden. Daarom ontvangen de trappisten vanaf september 2 jaar lang geen gasten. Straks onze slaapzaal binnen, maar hier vooraan zie je al hoe het gebouw helemaal aan het wegzakken is. En dus moeten we er iets aan doen. En dus is besloten om toch onze slaapzaal dus weg te doen en te kiezen voor individuele cellen voor de monniken. Nu gaan we naar de... Dus er is plaats in feite voor 40 monniken, maar we hebben allemaal 2 cellen. Wat we noemen onze slaapverblijf en ons buitenverblijf. Dus waar ons gerief en ons, de dingen liggen waar, die we dagelijks nodig hebben. Dus dat is hier de ruimte waar we als broeders proberen samen de nacht door te brengen. En groot is het niet, dus mijn eigen cel. Dat is dus niet zo heel erg veel. Dus je kunt begrijpen dat voor mensen van onze tijd de confrontatie met die cel als mijn enige ruimte niet zo eenvoudig ligt. Ik schrik echt als ik hier ben, want ik denk, wat een kleine cel. En hoe kom je nou aan de verdieping van je eigen ziel toe? Die diepste werkelijkheid. Ja, maar ik denk dat we moeten ook het gebruik zien van de slaapzaal. Dat is gewoon onze slaapplaats. Hè. Dus je komt hier voor te slapen en als je geslapen hebt, ga je terug weer weg. Hè. Maar het is wel onze enige individuele ruimte. Dus alle andere ruimtes die we gebruiken buiten onze werkplek zijn gemeenschappelijke ruimtes. Wat is er goed aan voor het gemeenschapsleven dat u met z'n allen zeg maar, op diezelfde slaapzaal bent? Voor mij is het dus iets van aandachtigheid. Dus van dat je erop komt, ben je attent, ook als je gaat slapen. Er zijn hier andere mensen aanwezig. Dus je doet je kledij op een stille manier uit, je doet een deur anders toe, je doet je schoenen anders af. Dus het bewustzijn van er zijn anderen. En ik denk dat dat werkt. Dus dat vind ik een spirituele waarde. Hè.
Ik zag u in de kerk op de knieën voor het Allerheiligste. Wat gaat er dan in uzelf om? Het is aanbidding, de zondagavond na de vespers. Is dit een keer een oproep van ik ben hier. Dus hij zegt Christus tot mij, dus ik wacht hier, ik ben hier. Dus een tegenwoordigheid, een aanwezigheid. En ja, dat heb ik al heel lang mogen ervaren. Dus er is iemand die mij trekt. Als mensen dan tegen u zeggen van ja, ik krijg de communie, ik ben bij een eucharistieviering, ik probeer stil te zijn, maar ik ervaar Christus niet. Ja, maar ik heb iets tegen, ik moet ervaren, ik moet dat ervaren. De schoonste ervaringen die ik heb, zijn allemaal gratuite cadeaus. Zit ik zelf voor niks tussen, dat is zo. En dan relativeert dat je persoon, want dat is gewoon, ik heb dan de ervaring, ik moet gewoon open zijn. Als ik ontvankelijk ben, dan komt het op mijn weg. Als ik iets probeer te begrijpen, als ik op ervaring uit ben, dan komt er niks. We moeten loskomen van dat ikje. Maar ik ken dat, het is een dagelijkse arbeid om dus er niet in opnieuw in te duiken, om er niet in getrokken te worden. Want als iemand bijvoorbeeld mij kwetst, dan val ik helemaal in mijn ik. Een kwetsuur, dan moet ik daaraan werken om weer een breder perspectief te hebben. Telkens als hij getuige is van schreeuwende onrechtvaardigheden. De 22 trappisten van West-Vleteren doen zoveel mogelijk zelf. Ook de minder leuke klusjes zoals het piepersjassen. Bidden en werken gaan hier samen op. Zijn deur staat open voor allen die honger hebben. Ook vader Abt doet mee. En schenkt hun de vrijheid terug. En als hij ziet dat deze wantoestand... Kort voor de volgende kerkdienst staken de broeders op teken van de abt het werk. En dat doen zij met een kort gebed. Voor de monniken van West-Vleteren zijn de nachten kort. Om 3 uur in de nacht verzamelen zij zich voor het eerst. Deze dienst neemt 1,5 uur in beslag, waaronder 1,5 uur volstrekte stilte. Ik vind dat misschien het woord dat voor mij de stilte het meest karakteriseert, is luisteren. Dus vrijkomen van mezelf om te luisteren naar wat er mij in de stilte, en die wordt bij ons vrij vlug, vanaf de nachtwaken begint, gevuld met woorden die van elders komen, die niet van mij komen. En dat is iedere keer opnieuw, denk ik, al een wonder. Hier open mijn mond, en ik zal u offer tot de gloed. Waarom allemaal zo vroeg? Ja, het is natuurlijk erg vroeg, maar het is toch de tijd waar ik het meest van hou. Ik denk dat, het is dus een heel gericht opstaan. Om te wachten en te waken en even uit te staan naar een ontmoeting die komt of niet komt. Ja, ik merk dus dat ik, als ik zo gericht opsta, ik hoef nog echt met iets anders bezig te zijn. Dus van 3 tot 8 komt er niemand in mijn spoor om mijn aandacht weg te trekken voor alle anderen.
allerlei andere dingen, of het is dat ik het zelf kies. Vader, Zoon en Heilige Geest. Wat mij ook altijd heel sterk treft, dus de meeste mensen slapen dan, dus dat wij daar toch wakend, slapend, zoekend wakker te blijven, samen zitten. Dus je hebt toch ook een heel grote verbondenheid met de mensheid. Voor mij is dat ook een heel sterk element van de nachtwaken. Dus verbonden zijn met de slaap staat ook voor de onwetendheid. Dat is er zo mee verbonden. En heeft die verbondenheid te maken met het waken? U waakt terwijl de wereld slaapt? Ja, misschien omdat dus de mens dan ook het meest onbevangen is. Dus in die zin gelijken we dan het meest op alle mensen op dat moment. Terwijl als de dag vordert, is de diversiteit al veel groter. Dus dan is het verschil. Het verwarrende is dat de laatste strofe ongeveer dezelfde is. Dus dat maakt het. En waarom is die zo prachtig? Ja, het zegt uit, denk ik, de hele intentie van de nachtwaken. Dus hij is er al, hij is er altijd. En wij komen naar hem toe. De Heer verschijnt de middernacht, nu is nog alles. En die enkele zetten. Het is de eerste keer dat ik het zo dichtbij zie. Hoe is dat moet je dus. Dus de ontmoeting met hem is zo belangrijk, als die er niet ergens vorm gekregen heeft in die stille uren, dan is het precies als ik op los zand loop. Terwijl God toch ook een stuk vastigheid geeft aan de dag, denk ik. In de voormalige stallen brouwen de monniken onder leiding van de brouwmeester Broeder Benedict hun beroemde trappistenbier. Drie soorten van 6, 8 en 12%. Ruim 5000 hectoliter per jaar. Het lijkt veel, maar blijkt te weinig. De smaak is goed, de vraag enorm. Wat is de kracht van dit bier? Is dat, zeg maar, dat wat hier van het land komt, zijn dat alle producten die erin verwerkt worden? Het is inderdaad allemaal natuurlijke producten. En dus ook het rijpingsproces, een keer dat dus de brouwdag voorbij is, gaat inderdaad de wort eigenlijk, het is nog geen bier, de wort gaat naar de gistkamer. En vanaf dan verloopt het proces helemaal natuurlijk. Dus het rijpingsproces, er wordt niets geforceerd, er wordt ook niets gefilterd in ons bier. Dus dat kan dus zijn dus dat wij vandaag brouwen en dat het pas 2-3 maanden nadien op de fles gaat. Dus wij respecteren het volledige natuurlijke proces. Uiteindelijk gewoon via internet is ooit bekend geworden dat dit het beste bier ter wereld zou zijn. Ik denk eigenlijk dat we liever de tweede prijs gehad hadden dan de eerste prijs. Dan had het inderdaad minder drukkend geweest op de communiteit. En heeft u ooit overwogen om de bierproductie op te voeren om, zeg maar, wel aan die vraag tegemoet te komen? Of ligt het heel principieel van nee, wij willen hier met de monniken zelf die bierproductie te doen? Ja, het is ook onze arbeid gewoon. Dus, en we kunnen het ook op dit ogenblik zelf doen, dus dit is een keuze. We kunnen ook zelf bepalen, dus de uren. We kunnen dus
Ik bedoel, Benedict kan straks naar de Eucharistieviering komen. Wil dat een brouwproces zijn die helemaal industrieel is? Dan zit je van 's morgens vroeg tot 's avonds laat in. Het is dus geregeld op de maat van onze officies. Ook de botteldagen doen we zelf, maar we kunnen dat zo regelen dat het binnen ons dagschema past. Terwijl als er fabriek wordt naast de abdij, moeten wij ons aanpassen aan. Dus dat is een totaal ander concept. De broeders hebben nu een biertelefoon ingesteld om de toeloop van bierliefhebbers enigszins onder controle te houden. 80 euro alstublieft. Alleen na een telefonische bestelling is het bier bij het klooster te koop. Het is een zegen dat het zo geliefd is, maar toch ook een beetje vloek. Ja, voor ons is het in die zin een vloek nu, omdat we leven met een heel ontevreden cliënteel. Dus wij zorgen voor veel ontevredenheid bij mensen en dat heb je niet graag. Dus je wil hebben dat mensen tevreden zijn met het product dat je maakt. Maar omdat het zo schaars is, omdat men zo moeilijk eraan geraakt, is er dus algemeen een ontevredenheid. Dus mensen, zelfs mensen die nu komen, die hebben urenlang vaak moeten telefoneren. En dus dat geeft dus negatieve gevoelens naar ons toe. Dus we staan hier denk ik aan mijn bevoorrechte lievelingsplek, dus onze boskluis, waar ik me graag elke week een dag in terugtrek. Maar ik zeg wel, ik zou het graag doen, maar heel vaak komt het er niet van, omdat dus de vraag naar allerlei zaken die mij oproepen toch te groot is. De broeders verwijten me dat wel eens, dat mijn verantwoordelijkheidszin te groot is. Dan merk ik als ze dat zeggen, het wordt tijd dat ik me even terugtrek. Maar als het mij lukt, is dat dus elke week een dag om hier van na de Eucharistie tot aan de Vespers te verblijven. Het is ook voor mij dan echt een dag van herbronning, van stil worden, met de schrift bezig zijn. En ik probeer dan ook dat lukt niet als ik dan kom, om geen werk mee te brengen. Maar ook dat is een verleiding, omdat het hier dus heel stil is, om eens goed aan een preek of aan een conferentie te kunnen doorwerken. Dus om dat hier te doen, maar dat is niet de bedoeling van die plek. En is het dit jaar al gelukt om regelmatig hier naartoe te komen? Ik moet eerlijk bekennen, tot mijn grote schade en schande, dat het dit jaar nog niet gelukt is. En we zijn al juni. Dus, hoe komt dat? Ja. Dus de agenda van de monnik, die zogezegd vol ruimte zou moeten zijn, maar ik ben ook zo iemand, als iemand mij iets vraagt, doe ik het begin in te vullen rond die vrije dag die de woensdag is, maar dat komt vol. Maar betekent dat dan ook dat de abt niet goed voor zijn eigen ziel zorgt? Misschien dat er nog niet zo ver van. Dus ik denk dat ik dat bewuster zou moeten doen. Dat ook dat heel prioritair is. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor de gemeenschap. Maar ja. Dat is een van mijn grote onvrijheden, dat ik moeilijk nee kan zeggen. Wel eerlijk. Een van uw grote onvrijheden. Ja. Maar dat ik probeer tegen te vechten. Ik kan zo moeilijk voorbij gaan aan een appel van iemand anders. Dat ik denk, dat is belangrijker nu dan mijn stille dag. Maar ja, soms is die stille dag toch ook noodzakelijk om echt ruimte genoeg in mijn vrij te hebben, ook goed naar de ander te luisteren. Want ik word ook gewaar, als ik te moe ben, dan voer ik wel gesprekken. Maar is mijn hart met andere dingen bezig? En dan voelen de broeders ook, in feite luistert. Is er geen echt luisterend oor nu. Dus als een mens niet goed voor zijn ziel zorgt, dan kan hij niet meer goed luisteren. Denk ik, ja. Is er geen ruimte meer voor. Ja. En kan hij dus ook niet echt meer
in relatie aangaan met de ander. Met de ander. Omdat ik, ja, als je... Ja, ook dat, als je te vol bent met van allerlei zaken... Dus luisteren vergt ruimte in je ziel, in je hart. Hè. En als die ruimte er niet is... En mensen voelen dat feilloos. Dus ze mogen wel zeggen wat ze te zeggen hebben, maar ze voelen het komt maar zo ver. Dus het dringt niet meer binnen in de persoon waartegen ik het zeg. En dat is voor mij een signaal, nu moet ik echt daarvoor zorgen. Maar er zit ook zoiets in ons, we zijn ook mensen van onze tijd, ik moet mijn agenda afwerken. En dan heb ik een goed gevoel. En omwille van dat goed gevoel, van een afgewerkte agenda, gaat me soms over grenzen. Die dus onjuist zijn, die mensen onvrij maken, maar die dan wel het gevoel geven, ik heb mijn taak vervuld naar behoren. Als u hier wel eens een paar dagen bent, of misschien wel een week, ja. Is er dan de verleiding om toch af en toe naar het klooster te gaan en te kijken of daar nog werk ligt? Dus ik ben nu 11 jaar abt. Dus de eerste jaren, als ik kom hier elk jaar 1 week. Dat is tot nu toe altijd gelukt. Hè. Dan zagen ze mij 1 week niet in het klooster. Maar sinds dat ik e-mail heb, weet ik, als ik de zaterdag thuis kom, is die bus zo vol dat ik 3 keer die week onderbreek om toch die e-mails te bekijken en te beantwoorden. Onjuist, maar het gebeurt. Omdat ik, anders is de druk van, als ik de zaterdag thuis kom, wacht er mij zoveel, maakt dat ik niet meer rustig hier ben. Dus, en ik heb nog niet de methode gevonden, de werkwijze, om dat genoeg van mij af te zetten. Om dus mij niet door dat medium, of door dat is ook een appel, hè, dat appel van die e-mails die vragen om antwoord, en meestal om direct antwoord, om dat buiten mij te zetten. En zegt de regel van de grondlegger van het kloosterleven, Benedictus, zegt die daar helemaal niets over? Ja, er was nog geen e-mail toen. Evident dus dat onze regel voor heel veel problemen van onze tijd geen pasklare antwoorden heeft. Maar ik toch wat dat... Bijvoorbeeld, Benedictus komt zo op voor een evenwicht in de dag en in wat we doen. Dus als ik dat voel, ik doe dat evenwicht, ik kom daar niet meer toe. Dan ben ik verkeerd bezig. Als u hier een week bent, in deze kluis, bent u dan eenzaam? Maar ik denk dat ik in het kluis nog het minst eenzaam ben. Ik ben veel eenzamer in het klooster zelf, door de taak die ik heb. Ik denk dat, dus als overste sta je een stuk meer tegenover de broeders. En dat maakt echt eenzaam. Dus omdat je niet 100% een gewone medebroeder meer kan en mag zijn. Dus je vervult je ambt als abt, dus je bent een tegenover, je draagt verantwoordelijkheid over hen en ze bejegenen ook op die manier. En dat maakt mij, dus ik voel me vaak veel eenzamer in de gemeenschap dan... Dus bijvoorbeeld een broeder tegenkomen die niet groet. Dat is voor mij een fundamentele confrontatie met mijn eenzaamheid. Want dan ben ik... Wat is er? Wat gebeurt er hier? En die confrontatie, die is er gewoon. Maar dus hier leef ik veel meer verbondenheid. Ook met mijn broeders. Hè? Omdat ik hen hier, dus in die stilte, heb ik meer openheid voor hun ziel. Eenzaam is niet lichamelijk alleen zijn. Dus eenzaam is... Ja... Een stuk verbondenheid niet meer ervaren of zo. Ik kan het niet goed verwoorden. Maar dan ook met God. Ook met God, ja, ja. Dus bijvoorbeeld ook de verbondenheid met God, hier is die tastbaarder. Terwijl in alle drukte van het overste zijn, ja, ik heb veel meer het gevoel van ik moet altijd opnieuw terugkeren. Laat ons bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, verheiligd.
Broeder Manu, we staan hier met uitzicht op de abdij, op de brouwerij, het Weidse land. Is dit een geliefde plek van u? Ja, dus inderdaad, dat is de plek waar ik vaak de 's avonds na het avondeten even naartoe wandel, naar de Mariakapel die hier staat, om te bidden, maar ook om de voorbije dag een beetje te laten naar beneden zakken. Misschien is dat niet eerbiedig uitgedrukt, maar ik denk dat het toch allemaal moet terechtkomen in het hart. En ja, in dat gebed heeft het ook het kijken naar de abdij. Het is zo'n stuk afstand nemen en anderzijds beseffen, dat is mijn thuis. Daar hoor ik, daar woon ik, daar zijn mijn broeders. Maar toch is die afstand ook een stuk nodig om telkens weer bij mezelf te komen en ook om een stukje kracht te ervaren. Het sterkste van ons leven is, we hoeven het niet alleen te leven. Dus alle miserie, alle pijn van mensen is ook onze pijn, maar hij woont er middenin. En ik heb altijd, dat is ook mijn ervaring als ik hier mag naartoe komen, naar die plek van, hij draagt dat in mij. Dus ik hoef dat niet alleen te doorlijden, te doorstaan. Dus dat is de grootste rijkdom van ons leven, dat het geen leven alleen is. Misschien is het een eenzaam leven, maar het is geen leven alleen. Dus Christus in ons. De laatste zin van de eerste kanon vind ik zo sterk. In hem is ons leven. Hij is ons leven. Dat kan me altijd het diepste toe ontroeren. Dus, en meer leven we niet. Dus, zo simpel is het. Voor mij is bijvoorbeeld de aanbidding een bewust worden van een tegenwoordigheid die buiten mij tegenwoordig is en waar ik me naartoe getrokken voel. Ondanks al mijn verwarring van gedachten, alles wat door mij heen gaat. Maar bijvoorbeeld alleen dat kwartiertje aanbidding, de zondagavond na de vespers, is iedere keer een oproep van ik ben hier. Dus hij zegt Christus tot mij, dus ik wacht hier, ik ben hier. Is een tegenwoordigheid, een aanwezigheid. En dat heb ik al heel lang mogen ervaren. Loskomen van jezelf en gericht zijn naar de ander. Maar hoe kom je los van jezelf als er allerlei dingen door je hoofd flitsen, als er indrukken zijn, als er net een persoonlijk woord van een andere broeder is geweest dat door je hoofd flitst? Hoe kom je los van jezelf? Ik denk dat het te maken heeft met je laten grijpen door die persoon. Een levende persoon. Dus Christus, dat is voor mij, of zoek ik, zo te zien,
Dus de levende in ons midden. En als ik mij door die persoon laat boeien, dan verlies ik weer die aandacht voor al die andere dingen die ook meespelen. Hè? Maar dat is vaak een terugkeren. Terugkeren naar hem. En plus, ik denk dat vaak zo speelt, door de getrokken worden naar hem, het kritisch beluisteren van wat dat de eigen stemmen zeggen. En die klinken dan ook, maar die worden minder belangrijk. Wel mooi. Dus eigenlijk zegt u van, als er onrust is in je en drukte in je, leg het aan hem voor. Ja, afgeven. Dat is het woord dat ik... Dus, ja, afgeven. Maar hij neemt het soms en soms heb ik het gevoel hij neemt het niet. maar dat is, ja... Het heeft te maken... het is te maken dat er een persoon daarmee in contact komt. En het relativeert altijd sterk mezelf. Want wat is het grote probleem altijd? Dat ik het alles op mij betrek. Hè? Een conflict. Ik ben de schuldige of de ander is de schuldige. Maar ik zit louter in mijn persoon. Terwijl, wat is mijn persoon? Dus als ik dat kan relativeren, is dat enorm. We hebben vaak de neiging om onze gevoelens heel het veld van de werkelijkheid te laten overmeesteren. Dat is het nu. Maar dat is niet zo, denk ik. Dus ik denk dat het ook al voor veel mensen een verlichting is als ze voelen van mijn ervaring is niet uniek. Allee, ik bedoel daarmee, is geen enig geval. Dus het is goed eigenlijk om zelfs je in die afwezigheid van Christus, in die afwezigheid van het feit dat je geraakt wordt, om dat gewoon te relativeren. En te denken, ach, ik ben maar zo'n klein mensje. Ja, ik vind dat dus... Paulus zegt ergens, ik geloof dat het in de Efezesbrief is, staat er staan, wij leven van het geloof, niet van het ervaren. En het is een beetje een cryptisch woord, maar... Ik beschouw dat als een levenswoord. Dus het staan in het geloof is belangrijker dan wat ik ervaar. Soms hoort je dat, of lees je in de literatuur, monniken zoeken God te ervaren. Ik denk dat dat niet juist is. Monniken zoeken God. En als ze hem ervaren, dat is een cadeau die ze krijgen. Maar als ze hem niet ervaren, houdt het monnik zijn niet op. Dus het zit er een verschil. Maar dat staat wel haaks op wat heel veel mensen deze tijd denken dat je alles persoonlijk moet ervaren. Het staat haaks op de cultuur van deze tijd. Ja, maar ik heb iets tegen, ik moet ervaren, ik moet dat ervaren. De schoonste ervaringen die ik heb, zijn allemaal gratuite cadeaus. Zit ik zelf voor niks tussen, dat is zo. En dan relativeert dan je persoon, want dat is gewoon, ik heb dan de ervaring, ik moet gewoon open zijn. Als ik ontvankelijk ben, dan komt het op mijn weg. Als ik iets probeer te begrijpen, als ik op ervaring uit ben, dan komt er niks.